Hey allemaal, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Wij zijn op het moment onderweg naar Fleur. Fleur woont in Venlo en heeft als een van de eerste mijn nieuwe boeken Race mogen lezen. En ik ga ze even vragen wat ze daarvan vond. Dus ik neem jullie gezellig mee. Ze komt al aan, we hoeven niet eens meer aan te bellen. Hey! Hallo! Hoi Fleur. Hey Maren. Nee, ik zag het hier morgen. Ik zag het 's morgens pas. Oké. Okay. En ik hoor dat, ik heb dat uitgeschreven. Ja. Ja, ging ze verkeerd? Ja. Okay. En toen heb je ook een vriendin zelf. Ja. Die vindt het allemaal heel gaaf. Weet je het ook mee aan de jonge jury, toch? Ja, Fleur is een van de, hoe noem je dat, van het boekgenootschap? Ja, van de jury. En wat moet je dan precies doen? Kan je daar iets over vertellen? De nieuwste boeken lezen en ze beoordelen. En andere kinderen aansporen om ook meer te gaan lezen. Ik zie het tussendoor, heb ik daarvoor ook gelezen. Oké. Okay. En ik heb volgens mij 19 gelezen. Oh wauw, 19. Dat is echt 18 of 19. Dat is meer dan ik in een jaar. Nee, dat is niet waar. Maar ik lees niet zo heel snel. Lees jij snel? Snel en veel. Mijn nieuwe boek, Race, heb je die al uit? Ja. Hoe snel had je hem uit? 3 dagen. Ik vond het heel zielig boek. Ik las die achterkant en dacht al, oh, dit is een zielig boek. Maar ik vond het ook een heel mooi boek over vriendschap en accepteren wat je niet veranderen kan. Bijvoorbeeld dat die moeder is overleden dan. En dingen die heeft gezegd of gedaan, kun je ook niet meer veranderen. Ja, de hoofdpersoon, hè? Ja. Wel echt, wat vond je van hem in het boek? Ik zou het zelf anders hebben gedaan. Wat voor dingen? Alles. Alles? Oké. Okay. Dus het was wel een personage waar je een beetje moeite mee had. Misschien. Ja, nou, ik begreep hem ook wel. Ja, misschien juist omdat hij natuurlijk in een soort rouw zit. Hè? In het boek gaat Ties moeder dood en hij... Maar gaat ook niet helemaal goed. Zijn thuis met zijn vader. Nee. En zijn broer natuurlijk. Ja, en zijn broer. Ja. En aan wie zou je het boek aanraden? Aan iedereen. Jong en oud? Jong en oud, ja. Oké. Okay. En heb je het boek al? Nog zien. Wel gezien, maar ik heb hem nog niet als boek. Oké. Okay. Nou, dan gaan we meteen maar door naar het overhandigen. Alsjeblieft. Er zit van alles in, maar het nieuwe boek ook. Dit is echt een reactie. Echt een heel mooi boek. Ja, ga hem zo voor je signeren. En dan hoop ik dat hij er straks net zo uitziet als deze. Deze is ook helemaal stuk gelezen. Dus, welk stukje uit het boek vond je het spannendst? Of welk stukje het laatste meest, stukje van de eilandrun. Dat hij was gaan vechten in het water. Oeh. Ja. En bijvoorbeeld in het boek heeft Ties ook een hele goede band met een van de lammetjes van het eiland. Mm-hmm. Je hebt zelf ook, zie ik, heel veel dieren in huis. Wat hebben jullie allemaal rondlopen? 2 honden, 1 kat, 2 konijnen. We hebben allebei een hamster. Oh wauw, oké. Okay. De hond kan kijken, bijna. De hond die ruikt het taart. Kijk, hier op de stoel. Oh daar, kijk. Goeie taart trouwens. Dat is ook heel lekker. Ik vond het thema racisme ook wel duidelijk in het boek verwerkt. En ik vond het ook wel het thema vriendschap te mooi in voorgekomen. Het boek is ooit geschreven voor een theaterproducent. En die hadden als thema gegeven dat ze graag een boek over racisme wilden hebben. En daar ben ik het eigenlijk voor gaan schrijven. Dan, en de rest, dat kwam gewoon. Ja, de rest verzin ik dan. Ja, dat is heel... Van tevoren heb ik eigenlijk helemaal niet echt bedacht waar het boek verder over ging. Dat was eigenlijk alles wat ik van tevoren wist. En later kwam... kwam de broer erbij en die Follo en Sina en alle andere personages uit het verhaal. Maar het begon ooit met het thema racisme, dat was hoe ik het boek... Is het theaterstuk ook uitgebracht? Ik hoop het, dat dat doorgaat. Ja, dat zou wel heel gaaf zijn. En dus daar zijn ze nu wel mee bezig, dus wie weet wat dat voor gaaf zijn. Ja, dan ga je er al heen. Ja. Ga ik première kaart voor je.